Ik ben Axel en dit is jouw blogs update. Wo woensdag 6 maart, de day after de nieuwe time High voor Bitcoin, die genoteerd is op ruim 69.000 dollar. Daarna, van alles gebeurt ontzettend hard teruggezakt, zelfs onder de 60.000 dollar kort zondag. Voor het geval je dat niet hebt meegekregen, ga ik je hier precies vertellen wat er is gebeurd, hoe de bewegingen eruit hebben gezien. En natuurlijk ook naar de overige ontwikkelingen in de markt. Want behalve die all time high en die flinke dip, heeft dat ook verdere gevolgen voor de markt gehad. Ook is dit een unieke situatie, want nog niet eerder zagen we een nieuwe Alpha-huis genoteerd worden kort voor een Bitcoin-halving, meestal juist daarna. En volgens verschillende belangrijke analisten uit de markt is dit nog maar het begin. Is dit nog maar een warming-up voor wat ons allemaal te wachten staat wat betreft de verdere waardeontwikkelingen voor Bitcoin. We gaan snel kijken naar het laatste nieuws. We starten met de hele ontwikkeling, de koersontwikkeling, die we de afgelopen twee dagen grofweg hebben gezien rondom Bitcoin. Want gisteren 5 maart 2024 gebeurde het. We wisten een nieuwe all-time high voor Bitcoin te noteren, werd dus opnieuw geschiedenis geschreven. Uh, en dat was het gevolg van een eerdere all-time High die we al zagen. De dag daarvoor, dat was namelijk 4 maart. Toen wisten we met Bitcoin in euro in ieder geval al een nieuwe all-time High neer te zetten. Toen we 60.000 euro wisten te doorbreken. We kwamen uiteindelijk uit op 60.280 euro en een heel klein beetje, waarmee dus dat nieuwe record werd gezet. Nou, daarmee was natuurlijk, uh, nou, het vuurtje al een beetje aangewakkerd. Vervolgens zien we dus gisteren dat we met 69.210 dollar een nieuwe alta ook in dollars. Dus ja, zou je kunnen zeggen een absolute alta voor Bitcoin weten te noteren. Nou, dat gebeurde aan het einde van de middag. Maar het was een kortdurend feestje, want heel kort daarna zagen we toch wel een behoorlijke crash voor niet alleen de koers van Bitcoin, maar eigenlijk de gehele crypto-markt, die daarin naar beneden werd getrokken. En dat resulteerde in dieptepunten nog onder de 60.000 dollar. Ja, zo snel en zo hard is dat dus gegaan. En hoe dat voorlopig een beetje uitzag, nou, je ziet hier al de uurcandles van Bitcoin in de Amerikaanse dollar uitgedrukt. Over de afgelopen dagen dan zie je dus hier dat we dat uh, nieuwe alta of High punt aantikken op die 69.210 dollar. En dan ook direct daarna naar dit absolute dieptepunt terugzakken. Want in deze candle raken we kortstondig de 59.313 dollar aan. En dat gebeurt dus in nou, zo'n vijf uur tijd dat we van die alta of helemaal terugvallen naar dat niveau. En dat is dan het dieptepunt, want in het uur zelf waarin we dus de alta of High noteerden... Zakken we al stevig terug naar zo'n 66.500 dollar. Dus er gebeurde daar ontzettend veel en ook heel erg snel. Nou, dan lijkt eerst op de 64.000 dollar de val een beetje te stoppen. Uh, nou, dat bleek dus niet helemaal waar te zijn. We zakken gewoon stevig door naar die 59.000 dollar. Nou, we zien wel dat er daarna gelukkig alweer vrij snel een en ander wordt goed gemaakt. Want van het absolute dieptepunt hier komen we überhaupt in diezelfde uur, kennelijk al aardig terug. Namelijk tot een waarde van zo'n Ruim 61.000 dollar. Die 60 is daarmee weer veiliggesteld en je zit ook de uren daarop volgend dat we weer op weg gaan naar die 65.000 dollar uiteindelijk. Dus wordt snel weer een heleboel goed gemaakt. Uh, spannend was het wel, maar niet helemaal een verrassing. Misschien hoe raar dat ook klinkt, want als we namelijk terug gaan kijken naar de situatie in 2020, bewoog de koers ook op een soortgelijke manier. Altam high, vervolgens een hele abrupte daling van zo'n 11,3%. En moesten we er goede twee weken over doen. In een relatief stabiele koersbeweging om dat weer allemaal te herpakken. Dus dat lijkt nu sneller te gaan. Maar we hebben daarin een soort herhaling van zetten gezien van een jaar of vier geleden. Nou, de markt trekt dus ook nu weer aan. Want je ziet op dit moment dat we met Bitcoin weer zo rondom de 66.000, 67 67.000 dollar handelen. Komt dus voor een groot gedeelte terug. Geldt ook voor de rest van de markt, want ook daar werden dus zeer stevige minder genoteerd. Ten tijde van al dit negatieve geweld rondom Bitcoin. Nou, ook daarvoor geldt, ziet er weer beter uit. Maar een heleboel crypto's noteren toch over de afgelopen 24 uur. We zien in ieder geval behoorlijke minder. Dus we moeten daar nog een beetje van herstellen. Maar op de achtergrond gebeurt er natuurlijk een heleboel met dit soort gigantische koersbewegingen. Want we hebben het over een beweging van zo'n 10.000 dollar rondom de all-time high en dat in een paar uur tijd. Resulteert ook als we dat allemaal even bij elkaar gaan optellen in bijna een miljard dollar aan liquidaties. Die dus op de achtergrond allemaal plaats hebben gevonden door die gigantische koersbeweging. En met name door die stevige koersval. Het was echt een hele flinke. Uh, Grootste daling sinds januari. Toen hebben we nog gezien dat uh, Bitcoin in een paar dagen zo'n 18% van de waarde moest inleveren. Nu hadden we te maken met een daling van zo'n 14% in een paar uur. Dus ja, dan gaat het, zoals je ook ziet aan dat bedrag van rondom de miljard, echt gigantisch hard met het aantal liquidaties in de markt. Nou, gelukkig zien we dat dus ook snel weer omdraaien en zijn we weer een heel eind terug bij af. We zijn nu dus ook weer terug bij die 67.000 dollar, wat ook de eerstvolgende grote resistance is. Waar we nu dus op dit moment ook last van hebben, dat zie je ook in de huidige koersbewegingen. Lekker daar nog heen beuken. Dat lukt nog niet. gaan we zo meteen natuurlijk verder naar kijken. Wat we in ieder geval wel moeten doen is boven de 64.000 dollar blijven. Want dat is op dit moment een belangrijk steunniveau. Nou, eh, rondom al deze ontwikkelingen spelen nog steeds, gewoon zoals de afgelopen periode constant het geval is, de Bitcoin ETF's een belangrijke rol. Want gisteren hebben we namelijk weer gigantische hoogtepunten gezien. Netto instroom van 662,5 miljoen Amerikaanse dollar. Dit gaat dus over de handelsdag van gisteren. En het BlackRock uh, ETF, IBIT, dat had ook een nieuw record. Ook een instroom van 788,3 miljoen dollar. Reden dat we met het geheel toch nog een 100 miljoen ongeveer lager uitkomen, heeft alles te maken met de, de ook weer vergrote uitstroom die we hebben gezien bij Grayscale. Maar nog steeds hebben we dus een hele dikke instroom gezien en een nieuw record. Voor het geval uh, van BlackRock. Dus ja, dat is wat er gisteren allemaal is gebeurd. Wat er zich allemaal heeft afgespeeld. En ook wat uh, de situatie is geweest rondom die enorme sterke daling. Die we dus hebben gezien. Ik zei het al, niet eerder hebben we een soortgelijke situatie gezien voor een halving. Ja, die staat nu op de agenda voor ongeveer 20 april aanstaande. Uh, eerder hadden analisten al gesteld dat als we voor die tijd de Altamahuis van tot dan toe, dus 69.000 dollar weten te doorbreken, zou dat een absolute nieuwe prestatie zijn voor Bitcoin. Dat is niet eerder gebeurd in de geschiedenis, dus een alarmhoud bereiken voor de halving. Dat zou dan ook een grote verandering in de dynamiek van de markt aangeven. En ja, dat is dus ook precies wat er is gebeurd. En daarmee moeten we ook wat rekening gaan houden met structurele veranderingen, misschien wel in de markt, zoals bijvoorbeeld de snelheid waarmee dat dit soort ontwikkelingen gaan, oftewel hoe snel we ook nieuwe hoogtepunten kunnen gaan aantikken. En dat gaat nu dus allemaal een beetje op een andere manier, zou je kunnen zeggen, dan dat we gewend zijn. En dat valt op verschillende manieren uit te leggen. Als we verschillende experts in ieder geval gaan aanhoren uit de sector. Want er is een gedeelte van de experts dat zegt: Ja, dit is top, dit is goed nieuws. De bullmarkt gaat dus gewoon nog sneller dan voorheen. De groei zou dus ook nog eens een stuk explosiever kunnen gaan worden. En dat betekent weer nieuwere, snellere hoogtepunten, maar ook überhaupt een vergrote kans op adoptie en een vergrote mogelijkheden en overtuiging rondom bitcoin. Dat straalt volgens die analisten dus heel erg af van deze huidige nieuwe ontwikkeling. Maar goed, er zijn ook uh, aan de andere kant analisten die zeggen, ja we moeten hier juist extra voorzichtig om zijn, want stevige correcties op de korte termijn horen daar dan dus mogelijk ook bij, bij die grotere explosievere ontwikkelingen. Daarbij moet ik wel zeggen dat ook het grootste deel van de iets negatiever ingestelde analisten op de lange termijn gewoon onverminderd positief is. Maar geven dus aan dat we vooral op de korte termijn met eventuele correcties rekening moeten houden. Nou ja, eigenlijk hebben zij in zekere zin ook gelijk gekregen. Want we hebben net dus gezien dat we zo'n 14% in een handjevol uur zijn gedaald. vanaf het moment dat we de Altaar maar hebben aangetikt. En ja, dat is inderdaad een stevige, zeg maar gerust gigantische beweging. Zou het daar ook goed rekening mee hebben, als het hard omhoog gaat, gaat het mogelijk ook weer hard omlaag. Op de lange termijn lijkt iedereen uit de sector gerust op een uh, positieve afloop. En hoe dat komt, nou, daar kan onder andere Willy Wu mogelijk wel wat licht op schijnen. Want die komt namelijk met deze grafieken over de brug op zijn ex, op zijn Twitter-account dus. Uh, en zegt dat we dus eigenlijk pas in de warming-up-fase zitten van de huidige bullmarkt. Het is nog maar net gestart, als we hem mogen gaan geloven. Dan vraag je je af, hoe komt hij daarbij? Dat ga ik je nu uitleggen. Uh, sowieso om dat even duidelijk te maken, Willy Boe is niet de eerste, de beste. Hij is een bekend en gerespecteerd Bitcoin-analyst, ook zelf een investeerder. Nou, deelt het grote regelmaat verschillende analyses en ook zijn inzichten over de markt en de hele situatie. Dus leuk om daar even naar te gaan kijken, uh, zeker omdat hij dus ook met de goede onderbouwingen komt. Nou, hij zegt dus, het is nog maar het begin van wat er allemaal komen gaat... Uh, onder andere deze grafiek die dit daarbij betrekt om dat te ondersteunen. Hij zegt namelijk van ja, sommigen voelt het alsof we al midden in het groeigeweld en in een absolute boelmarkt zitten, maar op basis van deze data blijkt dus dat dat niet het geval is. En dan moet je met name gaan kijken naar, uh, voor degenen die mee kijken in ieder geval, de horizontale blauwe lijnen. Daar loopt een paarse lijn doorheen en ja, we zien dus dat die paarse lijn nog niet eens uitgebroken is uit de bovenste blauwe band. En dat was eigenlijk het punt waarop de voorgaande bollmarkten echt helemaal losgingen. Dat dus zie je hier ook op het moment dat we daar uitbreken. Dan gaan we ook in de koers gigantische stijgingen tegemoet hier opnieuw. En ook diezelfde situatie hebben wij hier en hier gezien. En zoals je ziet, zijn we nu pas aanbeland in het gebied te midden van die tweede blauwe band. En het moment dat we daar gaan uitbreken, dan gaan we dus eigenlijk pas de echte grote versnellingen en pieken zien. Dat was bij de voorgaande bullmarkts in ieder geval de situatie. We hebben net bekeken dat de situatie nu wat anders is en zich sneller lijkt te ontwikkelen. Dat zou je dus kunnen uitleggen, ook op deze manier, dat als we hier nu doorheen gaan, bam, dat, dat dan een helemaal explosieve beweging gaat zijn. Maar dit is dus uh, wat er onder andere aan te grondslag ligt: aan de uitspraken van Willy Boe, dat we nog maar aan het begin zitten uh, van deze huidige boelmarkt. En dat is dus. De Bitcoin Macro Index, die allerlei data betrekt om dit plaatje te schetsen. Dus dan wordt uh, bijvoorbeeld gekeken naar technische aspecten, maar ook echt fundamentele analyse die hierin wordt betrokken. Uh, daar wordt vervolgens weer machine learning en AI overheen gegooid om met dit model te komen. Dus het is echt een hele interessante, omdat er zoveel data bij betrokken is. Ja, dit is dus een van de partijen uit de markt die denkt: het gaat allemaal goed komen we zitten nog maar aan het begin. Maar zo hebben we er meer, zoals bijvoorbeeld Rick Edelman. Ook weer een bekend investeerder uh, die ook zegt: van ja, dit is nog maar het begin. De komende twee jaar verwacht hij een instroom van nog zo'n 150 miljard dollar aan waarde, dat dus de Bitcoinmarkt in gaat vloeien. Ook daarvoor geldt: hoe komt hij daarbij? Dat is dan natuurlijk wel belangrijk om even na te gaan kijken. Nou Rick die laat weten dat hij daarvoor een vrij eenvoudige rekensom gebruikt. Hij kijkt namelijk naar verschillende resultaten uit onderzoeken naar allerlei investeringsadviseurs en investeringspartijen. En of en hoeveel die van plan zijn om in bijvoorbeeld de Bitcoin ETF-producten te gaan investeren. Nou, totaal hebben al die adviseurs zeggenschap over zo'n 8 biljoen dollar aan waarde. En als we dan gaan kijken naar de uitslagen dus uit die onderzoeken en de enquêtes, dan blijkt dat zo'n 2,5 procent daarvan aan crypto toegewezen zou moeten gaan worden. Nou, dan kom je dus uit op zo'n 150 miljard Amerikaanse dollar en dat is volgens hem ook nog een redelijk uh, uh, behouden schatting, aangezien er ook nog partijen zijn die aangeven veel meer te willen allokeren aan crypto. Nou, uiteindelijk kunnen we daar een andere hele belangrijke omstandigheid bij gaan betrekken. Namelijk de Market Cap Multiplier. Dat is uh, op basis van een onderzoek van de Bank of America dat zij in 2021 hebben afgerond. En wat blijkt daar nu uit uit die data? Nou, daarmee kun je dus op een waarde, op een bedrag komen dat nodig is om de Market Cap met een bepaalde hoeveelheid te laten groeien. En dan blijkt dus dat om de Bitcoin Market Cap met 1% te laten toenemen, er 93 miljoen moet worden geïnvesteerd. 93 miljoen Amerikaanse dollar. Ja. Ook dan kun je er weer een relatief simpel rekensommetje op losmaken, namelijk die 150 miljard delen door die 93 miljoen dollar. Dan kom je dus op uit, uit op een waarde van 1612 en dat is dan dus de stijging die we voor de market cap zouden zien: 1612 procent. En dan komen we uit op een Bitcoin-waarde van, hou je vast, 1 miljoen dollar per stuk. Op basis dus van al deze rekensommen, deze data, dan zou je dus uitkomen op die 1 miljoen dollar per stuk. Um, dan moeten we natuurlijk ook nog kijken naar een gedeelte van de markt dat welzijn of haar bitcoin gaat verkopen. Want hierin gaan we dus allemaal uit van alleen maar waarde die de markt ingaat, maar niet waarde die de markt uitgaat. Nou, dat lijkt natuurlijk niet heel realistisch te zijn. Um, dus al met al kun je ook daar weer een berekening op loslaten, want deze multiplier werkt ook omgekeerd. Dus voor een daling van een procent market cap zouden 93 miljoen dollar uit de markt moeten worden gehaald maar op die manier kun je dus wel gaan zien wat de potentie is en dus nog een partij die zegt ook weer onderbouwd we zitten nog maar aan het begin van wat er allemaal kan gaan komen in ieder geval dus nog onverminderd veel positiviteit en dat is natuurlijk altijd erg lekker om te zien we zijn het niet meer gewend maar uh, een klein stukje negativiteit misschien wel in de markt namelijk de SEC die opnieuw een aantal ethereum ETF aanvragen heeft afgewezen nou, uh, hoe zit dat dan? De SEC die heeft de aanvraag voor Fidelity en BlackRock op dit moment afgewezen. Nou, daarmee wordt een gedeelte van de markt weer extra sceptisch over de mogelijkheden... om uh, nog dit jaar eventueel dus een goedkeuring voor dit hele verhaal te gaan zien. Er zijn er verschillende partijen die daar eerder al percentages op hebben losgelaten. Zoals James Stafford die zegt nou, 60%, goedkeuring, of 60 kans op een goedkeuring voor een Ethereum ETF aanstaande mei. Maar, ja, steeds groter gedeelte van de markt ja, gaat daar nu wel wat over twijfelen. Aangezien dit soort uitstel ja, natuurlijk niet echt in het voordeel daarvan lijkt te spreken. Bernstein die liet eerder al weten dat ze met een uh, prognose kwamen: zo'n 50% kans, dus dat we dit jaar in mei dit Ethereum product wel goedgekeurd gaan zien worden. Uh, nou, de markt wordt er steeds wat minder van overtuigd. Dat zie je ook bijvoorbeeld terug aan deze tweet van Jake, die namelijk stelt: van ja. Uh, zo gemakkelijk is het allemaal niet. Een gedeelte van de cryptosector lijkt in ieder geval te denken: Wacht, dat komt allemaal wel goed. Want ja, hè, BlackRock, dus uh, ze moeten wel. Nou, hij zegt: Zo gemakkelijk ligt het allemaal niet. Overigens blijft Jake positief. Hij zegt: Het is niet een kwestie van of, maar een kwestie van wanneer. Maar de hele korte termijn dat we in mei al een goedkeuring gaan zien, volgens hem wordt het dus steeds kleiner. Die kans uh, is dus misschien wel minder gemakkelijk dan de markt hoopte. Ja, als we dan gaan kijken naar de situatie bij Bitcoin, die ook ruim 10 jaar heeft geduurd voordat we een goedkeuring zagen. Ja, is het ook niet zo heel erg als het iets langer duurt. Maar op dit moment zien we dus een afkeuring opnieuw vanuit de SEC op dit product. Gaan we snel door met de koersen. Koersen op tradingview.com en we gaan kijken naar de dollarwaarde van Bitcoin. En dat wordt natuurlijk een prachtig exemplaar. Uh, we pakken op het begin even de maandkendels erbij om al die pracht en praal uh, goed te kunnen zien. De data afkomstig van Bitstamp. Dan gaat het natuurlijk om de huidige maandcandle, die van maart 2024, waarin het een hoogtepunt van Bitcoin wordt genoteerd. Het hoogste punt ooit. Beste dag, beste maand, beste jaar ooit van Bitcoin dus. Tot nu toe. Ja, dat zijn gewoon de plakkaatjes die we er nu al op kunnen gaan hangen. Het ziet er dan zo uit. Dus nipt boven de situatie. Hier zijn we uitgekomen. Zo'n 210 dollar in ieder geval op Bitstamp. Maar goed, daarmee is het wel een nieuw hoogtepunt en valt er dus weer meer dan genoeg te vieren. We gaan ook direct verder inzoomen naar de dagkendels om te zien hoe en wat dat is gegaan. Nou, dan zien we hier in de aanloop naar deze groei, um, de tweede helft van de februari maand, een relatieve rust in de hele koers. En dan gaat het ineens hard. En nadat we ook hier eind februari, de eerste week van maart, nog wat rust hebben gezien, in een aantal dagen, knallen we 4 maart met 8,26% omhoog. Gisteren 5 maart doen we daar nog een klein beetje bij in het begin van de dag en komen we dus op dat hoogtepunt uit. Maar uiteindelijk closen wij de dag gisteren met een hele stevige min van 6,68%. De min in totaal heeft dus op 14% gelegen als we gaan kijken naar het dieptepunt van gisteren. Wat dat betreft is het een um, exotisch exemplaar, uh, deze hele candle. Het bereik is gigantisch. Van een hoogtepunt van 69,2 en een laagtepunt van 59,3 zitten dus 10.000 dollar verschil in. In een dag. Niet eens in een dag, in een een paar uurtjes tijd dat we dat hele bereik hebben gezien. Vandaar dus ook de verregaande impact in de markt en de enorme hoeveelheden liquidaties die we hebben gezien. Maar dat is in ieder geval de candle van gisteren. Stevige minnen afgesloten. Vandaag maken we dat ge, in ieder geval weer ruimschoots goed. 3,52% in de plus tot zover handelen wij nu op een hele stevige 66.000 dollar per bitcoin. Maar hebben we ook weer op de 67.645 gezeten. En komen we dus weer. In de buurt van de hogere niveaus hier. Ja, wel moeten we dus even een kale lijn een beetje pas op de plaats maken. Uh, je ziet dat we na deze enorme hoogtepunt-piek hier, die enorme daling, ja, toch wel weer wat hebben weten terug te komen. Maar echt in één keer helemaal naar dit topgebied terug, 869.000. Dat zit er nog even niet in. Want eerder daar rondom de 67,5, eigenlijk de 67k, vinden we nu een hele stevige resistance. Maar dat we gewoon last van hebben. Je ziet hier ook bij deze laatste uurkendel. dat we daar uh, weer flink op de vingers zijn getikt. Terug zijn gezakt en weer opnieuw moeten gaan testen. Zelfs op de 66.000 dollar. Dat is ook wat er nu gaande is. Uh, ja, wat we mogen gaan verwachten. We hebben hier in ieder geval een stevig supportniveau. De 64k is eigenlijk de belangrijkste op de korte termijn in het negatieve scenario om vast te gaan houden. Want hier eventjes een resistance is geweest voordat we terugkomen naar dit gebied. Dat zou dan een stevige support moeten gaan vormen. ...als we hier de lijn naar beneden toe verder gaan inzetten. Vanuit daar, of mogelijk als we hier op de 66 kunnen vasthouden... ...gaat er ongetwijfeld vanuit de markt opnieuw geprobeerd, gepoogd en gepield worden... ...om hier terug omhoog te gaan komen naar die 69k. Het voordeel kan namelijk zijn dat er in deze neergaande beweging... ...al zoveel weer de markt uitgedrukt is aan orders en winstpakkerijen en dat soort zaken... ...dat we hier misschien wel redelijk snel weer kans van slagen hebben... ...op het terugkomen op die niveaus. Maar... Natuurlijk blijft crypto, je weet het nooit. En het kan vooral gigantisch snel gaan. Dus blijf de boel in de gaten houden. Bijvoorbeeld door iedere dag jouw blogs update te checken. En dat kan dan op het YouTube kanaal van Blogs en op het Spotify kanaal van Blogs. En daarom ben ik iedere werkdag weer present om je verleden bij te gaan praten over de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Natuurlijk uit de crypto, maar ook uit de economie. Gewoon alles dat er impact op heeft. En dan kun je bijvoorbeeld je investeringsstrategie heel goed op aanpassen. Uh, nou, gratis tip die je vandaag van krijgt. Subscribe dus, kost je niets, blijf je wel op de hoogte. Morgen ben ik er ook gewoon weer voor. Uh, ik hoop je dan hier weer terug te zien. Wil je je ei kwijt? Wil je iets weten of wat dan ook? Laat dan nou vooral hieronder in de comments even een reactie achter. En dan uh, spreken we elkaar morgen weer hier. Tot dan. Doeg!